Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Aankomende zondag vertrek ik samen met mijn moeder en mijn broertje naar Kreta. En daarvoor moet ik natuurlijk mijn koffer nog inpakken. De dag dat jullie dit zien is het vrijdag. Dus dat betekent dat ik nog 2 dagen heb in principe. Dus ik ben er een beetje vroeg bij. Maar ik dacht het leek me wel heel erg leuk om deze vrijdag deze video te uploaden. Dus vandaar dat ik het nu al ga doen. Niet alles is daarom ook al klaar. Ik heb een paar kleding dat ik nog moet strijken. Ik heb een paar dingen zoals mijn tandenborstel, mijn make-up, douchedingen, weet je. Die kan ik nu nog niet helemaal inpakken. Maar ik ga wel een groot deel inpakken en dat ga ik samen met jullie doen. Dus ik dacht misschien vinden jullie het leuk om te zien hoe ik mijn koffer inpak. Het is niet echt heel bijzonder, denk ik. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik het aanpak. Wat ik ga doen is ik maak altijd, dat heb ik echt al sinds kinds af aan eigenlijk gedaan, is ik maak altijd een lijstje. Want ik ben gewoon te bang dat ik iets vergeet. Dus dat is wat we nu ook als eerste gaan doen. Ik schrijf echt alles op, van de kleinste dingen tot, want als ik wc dingen opzet, dan vergeet ik nog waarschijnlijk de helft. Dus ik zet echt alles op het lijstje en dan ga ik daarna inpakken. Nou, ik heb dus tegen jullie gepraat, maar hij heeft het niet opgenomen. Ik was bezig met een lijstje maken. Dus ja, ik heb al best wel wat en we gaan gewoon even verder. Oké, ik denk dat ik alles heb inmiddels. Is al flink wat. Ik heb heel vaak tijdens het inpakken ook ineens dingen bedenk. Dus die zal ik er dan ook nog op zetten. We zijn een paar uur verder en dat komt omdat ik tussendoor moest werken, dus vandaar. Mijn kamer is op dit moment één grote bende, maar we hebben een grote deel. Dus ik ga even met jullie door alles heen. Oké, dus het is echt één bizarre troep. Maar dit is mijn kleding en ik weet het, is veel te veel. Ik ga 8 dagjes weg, waarvan 2 reisdagen, dus 6 in principe. Dus dit is... Ik ga waarschijnlijk een kwart hiervan aantrekken. Maar ik heb dus altijd op vakantie gaan. Ik heb liever ook te veel meenemen dan te weinig. Plus, we hebben de ruimte. Want we mogen allemaal 20 kilo. En dat is dus echt niet nodig eigenlijk. Dus ik heb gewoon dingen mee. En dan kan ik daar gewoon lekker kiezen. Als eerst gaan we beginnen met de kleding. Dat is makkelijker. Dit zijn mijn korte broekjes. Ik heb een zwarte, grijze, nog een spijker. Zwarte spijker. En deze vind ik minder fijn onderste, maar je weet maar nooit, daarom neem ik hem mee. Dit is zo'n, hoe noem je zo, gewoon een hemd eigenlijk, maar ik vind deze minder fijn. Dus ik ga wachten op een andere zwarte als die uit de was komt. Dan ga ik die meenemen in plaats van deze, maar deze heb ik hier, zodat ik die andere niet vergeet. Dit zijn mijn bikini tops allemaal. Ik vind die tasjes trouwens van Shein top om je bikinis echt in te bewaren en mee voor vakantie. Want ik heb hier mijn bikini broekjes. Dus dat is echt geweldig. Hier ondergoed. Daar heb ik een paar sokken BH. Dit is zo'n strand. Ja, wat is het? Eigenlijk een heel grote t-shirt. Die ik altijd draag. Die is echt top voor het strand, zwembad, dat soort dingen. Hier heb ik 2, ja, wat zijn het? Topjes, maar heel rekbaar. Die zijn voornamelijk voor onder doorzichtige topjes. Daar heb ik er ook 2 van. Hier heb ik echt mijn leuke avondtopjes eigenlijk. Deze weet ik niet echt of ik ga dragen moet ik zeggen. Maar ik kan maar beter bij hebben. Deze hele mooie. Ook deze doorzichtig beetje. Moet heel eerlijk zeggen. Oh ja. Deze. En ik heb hier nog 1. Verder gaan we naar boven. Dit zijn echt t-shirts. Moet zeggen dat ik niet weet of dit gaat dragen. Maar ik zat te kijken. En dit zijn allemaal een beetje korte crop topjes of strakke dingen. En ik ken mezelf helemaal op vakantie. Dan wil ik soms ook gewoon een beetje relaxe kleding. Dus dan heb ik hier t-shirts. Of ik dit dus ga dragen, weet ik niet. Maar ik kan daar beter bij me hebben. Want anders zit ik daar straks met alleen maar korte, strakke dingen. Pyjama. Dit is gewoon een enorm grote, dun shirt. Ik vind dat echt top om in te slapen. Zo'n groot t-shirt. Ik heb hier 3 rokjes. Het zijn ook echt de enige rokjes die ik heb. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze, die paard bijvoorbeeld, weet niet of ik ga dragen. Maar ik neem maar mee omdat het mijn enige rokjes zijn. Dit zijn allemaal topjes, als in echt kortere topjes. Deze. Dit is gewoon top voor je bikini of gewoon in de avond. Die.
Dit zijn gewoon echt mijn twee meest comfort korte broekjes. Dit zijn gewoon echt van die dingen die ik thuis altijd draag. Dus voor als het nodig is. Verder heb ik hier mijn Gymshark legging. Maar dan de korte versie. Voor, weet jij veel, als we iets sportiefs ooit gaan doen, denk ik niet. Maar die kan je ook gewoon aan trouwens onder hier een grote t-shirt. Ik heb hier dus ook een bikershort. Maar die kan je net zo goed aan onder zo'n grote t-shirt. Dus dat is eigenlijk mijn kleding allemaal. Ik ga even verder op de grond, want daar heb ik dus een paar dingen. Ik ga eerst mijn schoenen laten zien die ik meeneem. Ik heb van alles wat eigenlijk. Als eerst deze mega schattige hakjes. Deze is leuk voor misschien een avondje. En ze zijn dus super kleine hakjes. Dus hier loop je super makkelijk op. Super. Ik val me niet pas op hoe vaak ik dat zei. Maar die. Dan heb ik andere hakjes. Of ik deze echt ga aandoen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar je weet maar nooit. Deze, die zijn altijd goed. Dit is vaak, weet je, voor het eten vind ik dit misschien leuk. Maar ik ken mezelf op vakantie. Dan wordt het of waarschijnlijk die of toch mijn slippers. Dus het gaat om het idee voor als ik daar ben dat ik niet spijt krijg dat ik ze niet mee heb genomen. Dan mijn slippers. Deze heb ik vorig jaar zoveel gedragen. Dus het wit is niet echt meer wit. Maar deze slippers, dit is gewoon top. Deze glijdt niet van je voet, want je zet ze achter je enkel. Echt geweldig. Dit draag ik echt het hele zomer. En dan, om niet te vergeten natuurlijk, de normale slippers. Dit zijn gewoon echt... Ik bedoel, iedereen heeft deze slippers als ze op vakantie gaan. Dus deze zijn van Havaianas. Die. Verder ga ik in het vliegtuig, denk ik, mijn Converse aantrekken. En dat zijn dan ook mijn sneakers voor als we iets gaan doen wat niet handig is op slippers. Heb ik die. Gaan we door naar zonnebrillen. En ik heb er drie in principe. Eentje ligt in mijn auto. Dus ik weet nog niet of ik die mee ga nemen. Ik denk het wel. Maar die draag ik waarschijnlijk een stuk minder. Als eerste deze. Deze grote bril. Deze komt van bij Naked. Die neem ik mee. En... ik heb vorig weekend heb ik een zonnebril gezien en moet ik heel eerlijk zijn, die had ik niet gepast eerst. Tenminste, ik had wel gekeken of die niet te groot was, maar ik had niet echt in de spiegel nog gekeken. Dus ik dacht, oh grappig, bij de Urban Outfitters. Toch Urban? Ja. Ik weet nou niet uiteindelijk, ik weet nog steeds niet wat ik ervan vind, want ik voel me echt zo'n... Ja. Misschien voor een foto is het leuk. Ik voel me echt zo'n, weet je wel, dat als iemand een foto van zich maakt en zo'n balk voor je ogen zet, weet je wel. Zo voel ik me een beetje. Maar oké, dus die gaan ook mee. Voor wie weet kan ik er wel een leuke outfit mee creëren en leuk voor een foto of zo. Wie weet zitten ze ook nog echt top, dus die. Volgende wat ik meeneem is dit. Dat heb ik besteld gewoon op Bol. Om te filmen voor jullie. Want, ik ga dus waarschijnlijk geen weekvlog doen. Dus ik zal even een week geen weekvlog hebben. Maar ik ga 3 vlogs maken. Dus in elke vlog zitten 2 dagen. Dus dan heb ik er precies 3. Volgens mij. 2, 4, 6. Nee, grapje. Ik heb er 4 dan. Wow. Dus ik moet nog heel even kijken hoe dat gaat zitten met... weekvlogs video's, maar ik ga dus waarschijnlijk filmen van 2 dagen elke keer. En aangezien ik geen onderwatercamera heb, dacht ik, doe ik mijn telefoon hierin. Want mijn nichtje had ook zoiets en dat werkte toen top. Dus ik weet dat hij mijn telefoon niet kapot gaat en zij nu iets heel raars gaat doen. Laten we ook hopen dat dat zo blijft. Maar deze voor de video's. Niet te vergeten, kauwgom voor in het vliegtuig, want we willen geen dichte oren. Dan gaan we nu door naar de beauty dingen. Ik heb dus echt niet alles nog in kunnen pakken. Zoals ik zei. Heel veel dingen gebruik ik natuurlijk nu nog. Maar ik kan wel dingen laten zien die ik wel al ga inpakken. En ik heb geprobeerd de meeste dingen in plastic tasjes te doen. Als eerste die. Dit is, dit vind ik echt al jaren gebruik ik dit. Als we voornamelijk naar het strand gaan, zwembad kan ook. Maar ik kan er dus zo niet tegen als je haar zo touwig aanvoelt en klitten. En ik vind het verschrikkelijk. Dus ik spuit dan dit halve flesje in mijn haar. En dan ruikt het en super lekker. En
Je borstelt het zo uit. Dus dat is echt top. Verder haarolie. Je kan het niet echt zien. Maar haarolie. Voor als ik mijn haar gewassen heb, ik gebruik dan altijd olie voor mijn puntjes. Dus die heb ik. Verder de douchedingen. Gewoon simpele douche, gel, shampoo en conditioner. Die gaan mee. En natuurlijk olie voor niet de eerste dag. Waarschijnlijk de laatste pas, want we willen niet levens verbranden. En ik moet rekening houden met mijn zonneallergie. Dus dat is voor als mijn huid het eindelijk aan kan. Zonnebrand, maar ik weet niet hoeveel er nog in zit. Dus ik heb er nog eentje. Wel wat ik dus ben vergeten te kopen is Aftersun. Dus dat ga ik of daar halen of als we nog tijd hebben in Nederland. Volgend tasje waar dus uiteindelijk meer dingen bij gaan komen zoals handcreme. Ik gebruik, dat is echt een tip, elke ochtend en avond van dat nagelolie op je nagelriemen. En dan echt, ik heb altijd hele slappe nagels en ze zijn nu zoveel sterker en lang. Dus die gaat erbij, handcreme, dat soort dingen. Nu zit er alleen een body, hoe noem je zoiets? Body splash mist, body mist ding. Geluchtje in ieder geval. Scrub. En body lotion. Het volgende is deze. Dit is best wel een flinke toilettas eigenlijk. Daar zit van alles en nog wat in. Ik heb hier mijn mousse in zitten. Handschoentjes. Want ik neem het dus ook in een heel klein flesje. Ik weet niet of ik hem hier heb. Ja, gewoon zo'n heel klein rijstflesje zeg maar. Ga ik zilver shampoo doen voor mijn haar. Want anders wordt het heel geel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik zilver shampoo gebruik, dan worden mijn handen en mijn nagels paars. En ik ga mijn nagels laten doen. Ik weet nog niet wat, maar waarschijnlijk een lichte kleur. En dan wil ik niet dat ze paars worden, dus die. Droog shampoo, ook heel belangrijk. Tandenborstels. Ik heb er nu 3, want we gaan met z'n 3'en, dus ik neem ze allemaal mee. Dit. Dit is gewoon zo'n spray. Als je het warm hebt, dan heb je water, weet je wel. Haarfeun. Ik weet niet of we dat hebben. Volgens mij hebben we dat wel in de hotel trouwens. Maar je kan maar beter gewoon eentje meenemen. Want als ik mijn haar niet feun, dan lijkt mijn haar vet als ik het zo laat opdrogen. Elastiekjes voor als de mijne breekt. Want dan hebben we geen elastiekjes. Dat willen we niet. Next, mijn strandtas. En niet, blame me niet alsjeblieft. Want deze heb ik nu een paar jaar volgens mij. Ik weet het niet eens. Maar hij is wit. En door de strand en alles ziet hij er super smerig uit. I mean, ik heb er alles aan gedaan, maar ik krijg het niet meer schoon. En ik bedacht me net, oh, strandtas. En toen keek ik hoe vies je was, dacht ik, oeh, ik had beter een nieuwe kunnen kopen. Maar goed, maakt niet uit. Deze mooie M&M, HV ding nog. Hier moet eigenlijk nog van alles in. Ik moet nog mijn scheermesje, weet ik het allemaal. Maar voor nu heb ik die, want ik ben dus niet van plan. Ik draag bijna nooit echt veel make-up in de zomer. Dit is, hier haal ik mijn make-up vanaf als het moet. En anders gewoon om mijn gezicht mee te reinigen ook. Tandpasta in. Dit tasje heb ik echt al mijn hele leven. Ik ga hem niet open doen, want dan krijg ik hem nu dicht. Maar hier zitten wat staafjes en wat schijfjes in. En in mijn tasje nog heel veel inlegkruisjes. Dat is altijd wel gewoon handig. Verder een vuilniszak of zakje. Misschien dat ik een zakje ga pakken voor vieze kleding. Want ik vind het verschrikkelijk om als je teruggaat je fietskleding bij je schone te doen. Dus dat doen we niet. Dat was eigenlijk alles wat volgens mij ik kon laten zien. Dus ik ga nu even opnoemen wat ik nog mee ga nemen. Maar niet kan laten zien nog. Make-up, want dat moet ik gewoon nog gebruiken. Opladers. Tasje meenemen. Ik ga waarschijnlijk gewoon dit tasje meenemen. Oeh. Deze. Maar die gebruik ik op dit moment gewoon nog steeds. Dus die ga ik nog niet vullen. Portemonnee en paspoort. Deo heb ik ook gewoon elke dag nodig. Handcreme, nagelolie. Dat gebruik ik ook nog elke dag. Allergiepillen. De buil. Die moet ik ook gewoon nog gebruiken. Dus vliegpil. Die ben ik beneden vergeten. Maar gewoon een pil voor tegen wagenziek, zeeziek, dat soort dingen. Aftersun moet ik dus nog kopen. Mijn laptop, die wil ik dus voor de zekerheid meenemen. Ik ga nog heel even denken of het echt nodig is voor YouTube en zo. Maar ik denk dat ik die mee ga nemen. Dus daar komt ook de oplader bij en de harde schijf, dat soort dingen. De borstel, ik moet gewoon mijn haar worstelen. Dus papieren, en dan bedoel ik mee reispapieren dingen, alle corona dingen, weet ik het allemaal.
ga ik ook nog uitprinten, dus die heb ik nog niet. Verder nog gezichtsreiniging en mijn gezichtscreme. Weet je, dat wat ik elke ochtend en avond doe, dat moet ik natuurlijk ook nog gebruiken. En verder moet ik nog een paar ondergoed en zo pakken. Dit is mijn prachtige Bad Boy koffer die we mee gaan nemen. We gaan mee opdraaien, want dat is een stuk makkelijker. Gelukkig heb ik ook een hele grote kamer. En in ieder geval, ik ga aan deze kant mijn kleding doen, want daar heb ik van die mooie elastiekjes. Hier kan ik van alles kwijt en hier ga ik denk ik de strandtas doen met handdoek en weet ik het allemaal. En ik zie nu net dat ik prachtig zand heb meegenomen van Vos, dus laten we dat even opruimen. We gaan de spullen maar gewoon in doen, denk ik. Normaal gesproken denk ik, ja, ik gooi het er maar in of zo. Maar toch heb ik vorig jaar ook mijn kleding opgerold. En ik denk dat ik het dit jaar gewoon weer ga doen. Ik weet nou niet of het echt veel uitmaakt, maar we gaan het wel doen. Dus je aanpakt gewoon je kleding, vouwt hem dubbel. En dan rol je hem op. Alles zit eigenlijk al in. Dat ging dus best wel snel. Al mijn kleding, mijn bikini tops dus. Dit. En hier heb ik ook wel alles van laten zien. Nu alleen dus echt de laatste paar dingen nog. Dit was dan alles wat ik mee ga nemen. Ik moet natuurlijk mijn bagage nog in de laatste paar dingen. Maar dat komt goed. Dat moet allemaal op het laatste moment. Dus dat was dan ook de video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik allemaal mee ga nemen. De eerste volgende video zal nog de weekvlog zijn. Maar vanaf daarna worden het alleen maar leuke vakantievideo's. Dus als je dat niet wil missen, kan je abonneren hieronder op mijn kanaal om dat niet te missen. En je kan natuurlijk een blauw duimpje omhoog doen als je deze video leuk vond. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer. Doei doei!